We zijn hier weer op een dinsdagavond te interviewen mensen in Leens en omstreken bij de jeugdsoos Black Arrow. Meneer, kent u de jeugdsoos Black Arrow? Ja, zeker. Ik kom er al dag 3-4 keer op dag langs rijden, dus dat is mij wel bekend. Ja. En bent u ook wel eens binnen geweest in deze soos? Ik ben ook wel eens binnen geweest. Ik heb nooit een biertje gedronken, maar het lijkt me heel gezellig hoor. Ja? En wanneer was dat dat u binnen was geweest? Was dat een aantal jaren geleden of eeuwen geleden? Ja, kan allemaal hè? Ik ben een aantal jaren geleden wel eens aan een klussen geweest hier binnen. Dus zodoende ben ik wel eens binnen geweest, maar ik heb hier nooit een biertje. Oké. Klussen dus. Nou, is wel aardig gelukt volgens mij, want ik ben binnen geweest en het ziet er allemaal goed uit. Ja, je weet niet waar ik bij het klussen ben geweest, maar datgene wat ik gedaan heb, dat zag er toen wel goed uit. Oké. We gaan ervan uit dat het nog steeds netjes is. Ja. Oké, en bent u misschien ook nog van plan om eens een keer langs te komen? Want hier is binnenkort een 80s en 90s feest waar u natuurlijk gezellig heen kunt. Met een paar vrienden of uw vrouw misschien. Ja, je weet het maar nooit. Hoe denkt u daarover? Mijn vrouw komt inderdaad uit de 80s, dus als we dat gaan, dan kon ik hier wel een keer heen gaan. Ja. Maar de jeugd is voor de jeugd. Het kan gezellig zijn als een reunie dat u hier weer eens gewoon een keer binnenkomt. Ja, dat kan prima. Maar ik sta een beetje op tijd, dus ik wil graag verder. Oké, nou werk ze en een prettige avond. Okay. Mooi hè, Kevin.